iedere week muziekles op iedere basisschool. Dat is het doel van de campagne Muziek Telt. Het is slecht gesteld met het muziekonderwijs. Om het tij te keren worden in het hele land projecten opgezet. In het Oost-Groningse Veendam krijgen basisschoolleerlingen muziekonderwijs onder lestijd. Een opvallend project is het Blazersklasje. Kinderen krijgen les van een ervaren docent en spelen daarnaast ook samen op hun zelfgekozen blaasinstrument. 24 weken lang op de basisschool lesgegeven. En uiteindelijk ook weer een hele leuke slotuitvoering. En zes kinderen gaven aan dat ze graag door wilden. En die komen nu wekelijks bij ons op de muziekschool. En dan krijgen ze les van een vakdocent. Nou, mengt dat beter dan inderdaad. Het is verschrikkelijk leuk. En je ziet die kinderen ook echt opbloeien als ze met die instrumenten bezig zijn. En het samenspelen, hè? Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En zo komt ieder kind dus in aanraking met muziek. In Amsterdam bestaat het leerorkest al een aantal jaren. Op scholen in achterstandswijken krijgen kinderen les en spelen ze samen in een orkest. Momenteel doen er 1300 kinderen mee. Het streven is om binnen 4 jaar 2500 kinderen te bereiken. De provincie Gelderland kent het project Muziek in de Klas. Op deze basisschool in Tiel krijgen de kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende instrumenten. Als ze een keuze hebben gemaakt, krijgen ze vanaf groep 5 les van een muziekdocent. Voor al deze projecten geldt dat er een tekort aan instrumenten is. Daarom begint Radio 4 een inzamelingsactie onder de noemer Klassiek Geeft. Die instrumenten zijn een paar €100, best wel heel duur. En ik geloof echt wel dat er veel mensen in Nederland zijn waar nog gewoon een instrument op zolder ligt. Of die dat heel goedkoop misschien wel van de hand willen doen. Ik vind het een hele goede actie. Wilt u uw instrumenten een nieuwe en heel goede bestemming geven? Doe dan mee aan de actie Radio 4 Klassiek Geeft van 1 tot en met 14 oktober. Radio 4 Klassiek Geeft. Een nieuwe toekomst voor uw oude instrument. Meer informatie vindt u op radio4.nl/klassiekgeeft.